Morgen, of goeiedag voor degene wie de video later kijkt. Mijn naam is Nick Koppendraaier, ik ben de eigenaar van B&B Verhuurcursus.nl. En ik doe even marktonderzoek in deze korte video voor een geïnteresseerde uit België. Die heeft ons gemaild en die heeft gevraagd of wij marktonderzoek kunnen gaan doen in het plaatsje Geel in Vlaanderen in België. Ondertussen hebben wij tientallen studenten ook in België en weet ik gewoon, België is ook booming. België is een hartstikke leuke omgeving, zeker dat gebied. Ik ben er zelf ook al meerdere malen geweest op vakantie. Dat is mijn dochter Jackie, die je hoort gillen op de achtergrond, die is super enthousiast. Maar goed, we duiken er gewoon even in. Waar gaan we naar kijken of jij, waar je op moet letten als je wilt gaan kijken, als je wilt gaan verhuren in jouw omgeving. Zo, dat was even een rare zin. We willen de bezettingsgraad weten. We willen de reviews weten, waarom, daar kom ik zo meteen op terug. En we willen natuurlijk de prijs weten, want wat kan je nou verdienen met jouw woning. Even kijken, ik heb hier een screencast heb ik gemaakt. Ik heb gewoon bij Google vakantiehuis geel ingetoetst. Heel simpel. Ik zie al meteen grote advertenties naar voren komen hierbovenin, als jullie mijn pijl kunnen zien. Belvilla, dat is een hele grote aanbieder van vakantiewoningen. Booking uiteraard, die kennen we allemaal. Novasol is ook een grote die door heel Europa verhuurt. Nou, wat zegt mij dit al meteen? Ik zal dit even wegdoen, dat is niet zo netjes. Dat de regio daar goed verhuurt. Want anders hadden niet Belvilla naar boven gekomen, Booking.com, Novasol, etc. Dus dat is al goed. Even kijken, nou, dan kijken we hier naar de kaart eromheen. Ja, ik zie flinke prijzen. €137, €329, €335. Dus ja, weet je, die hele omgeving is goed. Het is volgens mij een mooi natuurgebied. We hebben Hasselt in de buurt. En als je naar het westen gaat, heb je Antwerpen in de buurt. Het is ook net over de grens bij Nederland. Dus dat is in principe ook gewoon goed als je Nederlanders wilt gaan targeten voor de verhuur. Maar goed, ik heb hierboven nog wat pagina's opengezet. We gaan even kijken. Verschillende woningen worden er aangeboden op Airbnb. Gaan we op Airbnb verhuren? Ja, maar niet de hele tijd. Want dat is de truc, dus dat leg je in een andere video uit. Airbnb heeft sinds vorige week, en het is nu 12 oktober, hebben ze wederom de commissie veranderd van 3% voor de verhuurder naar 15%. Dus corona heeft ook zijn intrede gedaan bij Airbnb. Ja, je gaat er flink extra betalen. En daarom zeg ik, Airbnb is groot. Airbnb heeft een super groot bereik. Maar je betaalt wel op een boeking van €100, betaal je €15 aan Airbnb. En dat willen we eigenlijk niet. Daar hebben we andere websites voor. Maar goed, voor een marktonderzoek is het wel heel erg mooi, want iedereen adverteert erop. Nou, ik heb dit appartement in het centrum van Geel gevonden. Het is volgend jaar hoogseizoen €71 per nacht, vragen ze. Voor een weekje €584 en je hebt nu een prijskorting krijg je. Nou, wat ik altijd wil doen is kijken naar de kalender. Alleen het nadeel is nu, we zitten nu in de coronatijd, is normaal gesproken zie je hier op de kalender allemaal strepen. En dat betekent dat het al vooruit geboekt is. En nu in corona geeft dat best wel een vertekend beeld. Ik ga heel even hier naartoe. Kijk, zoals je hier ziet, oktober, strepen erin. Dit is volgeboekt. Dat is goed. Het kan ook zijn dat degene, de eigenaar, er zelf woont en dat het daarom niet verhuurd is. Maar het kan ook zijn dat het gewoon een bestseller is en dat die vol zit. Dus waarom? Waar gaan we nog meer naar kijken? Wij willen weten of er in Geel het hele jaar door verhuurd wordt. Nou, dus we kijken gewoon naar het jaar nu, 2020. Ze hebben 58 recensies, dat is heel goed. Dus ook dat zegt mij weer wat van ja, er komen veel mensen. 58 recensies op Airbnb, dan heb je dus 58 boekingen gehad van ongeveer gemiddeld 3 tot 4 dagen tot een week. Ja, dat is pittig. En als je daarvan weet dat je ook nog op andere websites kan verhuren. Maar ik zie hier januari, ik zie maart heb ik gezien, ik zie december, ik zie mei, ik zie augustus, ik zie mei nog een keer. Maart, februari, september, juli, mei, november, juni. Ja, het hele jaar door wordt er dus verhuurd in Geel. Ik ben zelf persoonlijk nog nooit geweest. Maar ja, dit zegt mij wel. Heb jij daar iets wat je wilt gaan verhuren? Ja, dan kan dat. Wat kunnen we vragen per nacht? Nou, dat verschilt tussen 71
en de 75. Ik heb nu eventjes de datums heb ik ingesteld op inchecken. Doen we gewoon eventjes. We doen het even volgend jaar. Want het is nu natuurlijk een rare tijd met corona. Dus ik wil gewoon in juli wil ik een weekje gaan. Dus ik heb een vakantiehuisje de Waterhoek. Nou, dat zal de desbetreffende geïnteresseerde uit België, die zal wel precies weten waar dit zit. Ook dat is heel erg interessant om naar te gaan kijken. Wij zijn steeds meer bezig met chalets. Overigens, als we hier naar de kaart kijken, hier is geel. Dus ja, volgens mij is Antwerpen niet al te ver weg. Chalets hebben we te huur. Huisje in het groen hebben we te huur. En het schommelt een beetje tussen de 900 en 500, 600. Ja, dus je kan hier wel echt serieus geld verdienen. Die chalets overigens die je ziet, gaan we aparte module van bouwen. We hebben heel veel studenten nu die in de chalets gaan. Ik heb nu ook, wat ik zei, al een tiental studenten in België die hiermee aan de slag zijn. Ja, het heeft mijn ogen ook echt geopend voor wat betreft de chalets. Oké, dan ga ik nog verder. Booking.com, kijk eventjes. Ik heb nu ingesteld 1 juli tot 4 juli, dus 3 nachtjes. Nou, B&B in Roosendaalhof. Het is al goed dat er een B&B zit. Een B&B gaat daar niet zitten als er niks te beleven is. Dan hebben we hier een particuliere host, 3 nachtjes, 180 euro. Weer wederom vakantiehuisje, chalets. Dus ja, chalets is ook absoluut een... absoluut de moeite waard. Hier ook weer veel beoordelingen. Een 9.3. 3 nachtjes 311 euro. Dus ja, als je mij vraagt, kan ik verhuren in geel? Absoluut. Ja, wil je hier nou meer informatie over weten? Stuur ons gewoon even een berichtje. Of nog beter, plan een persoonlijke belafspraak in. Dat is gewoon gratis en vrijblijvend. Ik vind het leuk om naar jouw situatie te kijken. Om te kijken of wij iets voor elkaar kunnen gaan betekenen. En wellicht komt daar een leuke samenwerking uit voor. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik jullie wat heb kunnen leren in deze video. Ik zie jullie snel in de volgende video. Fijne dag!